Hoi allemaal, welkom bij dag 3 van mijn condoleances serie Sterkte van Sandra. Deze keer een enkele kaart in die zin dat ik er geen twee heb gemaakt. Hoewel dat met dit modelletje natuurlijk ook gewoon heel makkelijk zou kunnen, want het is niet zo'n heel moeilijk of bewerkelijk kaartje. Ik ben begonnen weer met een basiskaart, heb ik even dubbel gevouwen. En daarna pak ik uit het designpapierblok Eternity van Marianne Design pak ik een fel designpapier. En het groenige wat ik in de eerste instantie had, ging toch niet gebruiken. Vond ik net iets te druk. Het is een mooi papiertje, maar vond ik net niet heel goed bij de condoleances passen. Meet voor de zekerheid mijn kaart nog eventjes na. En daarna snij ik mijn designpapier op maat. Dat snij ik 3 mm kleiner dan mijn kaart zelf, zodat die er netjes op past. Nou, daarna pak ik een stukje wit kaartstok wat goed genoeg is naar mijn zin. Want daar wil ik namelijk op gaan stansen. En dat doe ik met de wat oudere Creatables, de Lace Border van Marianne Design. En die plak ik met een stukje washi tape. Plak ik die stans vast op mijn papier, zodat die niet verschuift. En die haal ik door mijn Big Shot. En daarna pak ik een borsteltje met een soort matje eronder. En ik wrijf een aantal keren met dat borsteltje over mijn stansje. En dan zijn alle kleine fijne onderdeeltjes zijn eruit. Waardoor je niet hoeft te gaan zitten prikken of weet ik veel wat voor capriolen uit hoeft te halen om dat stansje leeg te krijgen. Nou, dan pakken we dubbelzijdig tape en daar kunnen we de kaart mee plakken. En dan bleek mijn rolletje tape op te zijn, dus ik moest weer even een nieuwe pakken. Maar geen paniek, komt helemaal goed. Daar zit het weer. Nou, achterkant goed vol plakken, zodat hij lekker blijft plakken. En daarna kan die op de basiskaart. En in dit geval even goed kijken dat de richting van je papier ook goed is. Ik wilde het onderaan wat donkerder hebben dan bovenaan. En dan kan het stansje erop. En ik wilde dat stansje, dat bovenste randje, wilde ik afwerken met een stukje lint. Dus ik moest even op zoek naar de goede kleur. Je hebt lang moeten graven. Dit is een stukje lint wat ik ooit van iemand heb gekregen. Een heel klosje. En dat paste perfect bij dit papier, dus dat heb ik ook zeker gebruikt daarvoor. En om dat lint nou op elkaar te plakken, heb ik een stukje dubbelzijdig tape. Het moet goed stevig zijn. Dat tape dat moet niet weer loslaten na eventjes, zeg maar. Dus ik pak dat lekkere sticky, rode sticky tape. En daar dat knip ik gewoon af. Het enige nadeel van dat tape vind ik altijd dat die achterkant zo statisch is. Maar goed, daar komen we ook wel weer overheen. Lintje eroverheen, zijkantjes afknippen, dan is dat stukje ook mooi afgewerkt. Nou, dan pak ik uit datzelfde papierblok plak ik een vel met blaadjes erop. Een beetje donkergroen en de condoleances stempels van Marianne Design. En ik pak een cirkelstans en ik kijk eventjes of hetgeen wat ik wil stempelen of dat het daarin past. Nou, dat ging helemaal goed. Dus tijd om dat door de Big Shot te halen. En op het moment dat ik die cirkel op mijn kaart legde, dacht ik, nou, dit is het niet. Dus een stukje vellum erachter. Vellum is momenteel echt de oplossing voor alles volgens mij bij mij. Want ik gebruik het echt vreselijk veel. Maar goed, dat geeft niet. Die plakken we er ook achter. En dan komt het net weer even wat meer. Zit er wat meer in. Nou, op dat rondje wilde ik mijn tekstje stempelen. Dat doe ik dus uit die condoleance set van Marianne Design. En de tekst wordt heel veel kracht gewenst. Ik pak mijn zwarte Memento inkt weer. En lekker stempelen. Nou, ik stempel het me volgens mij een paar keer. Omdat het een stempel is die ik nog niet eerder heb gebruikt. En dan moet hij altijd eventjes een beetje voor gewerkt worden. Daarna met een billendoekje weer schoonmaken. En is mijn tekst weer helemaal kant-en-klaar. Nou, dan kunnen we verder. Ik wilde de dandelion. Het is een paardenbloem geloof ik. Wilde ik stansen. Daar zitten namelijk 3 van die losse pluisjes bij, om het zo maar te noemen. En dat vind ik altijd heel mooi op een condoleance kaart. Dus die heb ik gebruikt. En ik plak mijn cirkeltje eerst eventjes op mijn vellum. Dat doe ik met hetzelfde sticky tape, want ja, het ligt er toch. Dus ik kan het net zo goed gebruiken. En dan plak ik het op mijn vellum. En voordat ik het vellum dan weer op mijn kaart vastmaak, eerst de paardenbloem plakken. En ik doe eigenlijk alleen maar lijm op de bloem zelf en niet op het steeltje. Want daar komt straks gewoon weer wat overheen.
Nou, steeltje was een stukje te lang, maar goed, een stukje afknippen en dan is het ook goed. En dan een stukje foamtape achterop het vellum, zodat er wat hoogte in komt. Zo. En daar komt dan die mooie paardenbloem achter vandaan. En ik had er deze keer geen Easy Connect tape achterop gedaan, dus het was een beetje rommelen. Ik dacht, ja, nou kan ik heel moeilijk gaan doen met die lijm, maar ik heb een klein beetje lijm op een restje van het papier van, het, van de tape gedaan. En dan met een embossing tool doe ik er wat lijm op en kan ik het ook vastplakken. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het mooi vonden en tot de volgende keer. Doeg!